Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik moet vandaag werken, want naast dat ik YouTube doe, heb ik ook nog ander werk. Dus ik ga vandaag een dagje werken. En dan kom ik later bij jullie terug. Voor 7 en ik ben mijn ontbijt aan het maken, want ik ga zo meteen naar de sportschool. Oh my god, ik zie er echt nog niet uit, maar goed. Dat ben ik dus even niet meer gewend, hè, om mezelf zo prachtig in de ochtend op beeld te zetten. Nou ja, ik ga in ieder geval zo meteen naar de sportschool. Ik heb 7:15 gereserveerd. Ik doe dat zo ongeveer 3 keer in de week en ook eigenlijk altijd zo vroeg. Ja, dat vind ik chill. Ik ga liever voor school sporten dan in de middag of in de avond, want dan heb ik echt geen energie meer. Ik dacht echt altijd dat ik geen ochtendmens was. Maar op zich gaat het me echt heel goed af. Dus ja, ik ga straks lekker naar de sportschool. En dan heb ik om 10:00 mijn eerste les. En dat is ballet. Dus lekker 2 keer bewegen achter elkaar. Dat is helemaal goed. Zo, nou, ik ben inmiddels weer terug. En ik heb echt een hele goede training gehad. Vandaag benen en billen gedaan. Ik ben kapot, maar het was echt, het ging echt heel goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan nadat ik corona heb gehad. Het is nu 9:00. Dus het is echt gewoon super vroeg nog. En ik ga nu heel even dit yoghurtje naar binnen werken. En dan heb ik over 1 uurtje ballet. Dus ik ga me zo meteen gewoon aankleden. En dan heb ik zo meteen ballet. Dus dan heb ik nog meer beweging. Dus dat is helemaal super. Ik voel dat dit een goede dag gaat worden. Alright. Ik heb tijd over. Ik ga nu even koffie maken. Daar heb ik heel veel zin in. En ik dacht, ik ga jullie nu even bijkletsen over mijn sportschoolverhaal, story ding. Goed, eerst even mijn koffie. Even een tipje van mij tussendoor. De kokos barista van Alpro. Credits aan Judith, want zij heeft mij deze aangeraden. Oh my god, deze is echt zo lekker en hij schuimt ook heel goed, dus tipje van mij. Mijn melk is even aan het opschuimen. Goed, dus sporten. Ik ben zo'n, ik denk nu 3 weken bezig in de sportschool. Ik wilde al een tijdje een abonnement nemen, maar ik heb heel lang getwijfeld. Want ik heb altijd zoiets gehad van ja, wat nou als ik het niet volhoud en als ik het toch op een gegeven moment niet meer leuk vind en bla bla bla. Nou goed, heel veel vrienden van mij die trainen ook in de sportschool. En ik ben een paar keer met hun mee geweest om gewoon even te kijken van is het iets voor mij? Vind ik dit leuk? Vind ik dit chill? Toen kwam ik eigenlijk snel achter dat ik het heel erg fijn vind. Dus toen heb ik besloten om zelf een abonnement te nemen. Ja, ik ben dus nu 3 weken bezig. Of 4 misschien inmiddels al. Alleen heb ik nog een aantal dingen ertussen gehad met corona. En moest ik weer in quarantaine. En dus goed, nou ja. In ieder geval, ik ben wel gewoon steady. Zodra ik kan, ga ik gewoon 3-4 keer naar de sportschool. Ik vind dat echt heel erg leuk. Had ik echt never nooit in mijn leven verwacht dat ik dat leuk zou vinden. Maar ik vind het echt heel leuk. En ik heb ook echt wel doelen voor mezelf. Als in, ik wil gewoon echt sterker worden. Ja, ik ga helemaal niet naar de sportschool met het idee van ik wil afvallen of iets. Want eerlijk gezegd vind ik echt dat ik er goed uitzie. En ik ben ook echt wel heel tevreden met mijn lichaam. Maar het voelt gewoon heel goed dat ik sterker aan het worden ben. En dat ik en dat voelt goed voor mijn lichaam. Ik ben er ook nog heel veel over aan het leren. Over oefeningen die ik kan doen. Maar ook voeding. Dus nou ja, daar ga ik de komende tijd gewoon lekker veel mee bezig zijn. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja, ik ga jullie daar denk ik wel gewoon een beetje in meenemen. Ja, ik denk dat dat veel is wat jullie voorbij gaan zien komen in mijn vlogs. Het sporten en met mijn eten en ook gewoon andere leuke dingen natuurlijk. Want ik ben ook nog aan het studeren. Ik zit nu in mijn 4e jaar van muziektheater. Dus ik ga
bijna afstuderen in mei. En ik kan er echt wel om huilen, want ik wil niet afstuderen. Als in, het is wat het is, het hoort erbij. Maar ik wil echt geen afscheid nemen van school. Daar ga ik ook nog wel wat meer over vertellen, want ik weet ook nog niet wat ik ga doen volgend jaar. Misschien ga ik nog de master doen bij mij op school. Dus we gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Ik ga nu even mijn koffie drinken en naar school, want volgens mij moet ik alweer een beetje opschieten. Wat goed! Goedenavond! Wij hebben vanavond een meidenavond. Ja! Ja! En we gaan pizza's maken. Zelf maken. Ja, zelf maken, want dat is lekker. Oh, en trouwens, we maken het met deze bloemkoolbodems. Die zijn heel lekker. Tipje. Ja, nu. Kijk. Oh, hij doet het even niet. Hij doet het niet meer. Nee, hij is leeg. Oh. Kijk, ik moet hem opladen. Dan... Dit is weer echt zo jammer. Ik kan hem opladen. Oh, kut. Het is 12:50 s'nachts. En we zitten nog steeds samen. Meidenavond is een succes. Ik kan niet meer praten. Wij moeten naar bed. Ja. Wij gaan naar bed. We gaan naar bed. Lekker naar bed. We hebben morgen school de hele dag. We hebben het zo druk. Echt niet. We zijn vrij. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben zo excited. Want het is vandaag lekker mooi weer. En daar word ik zo blij van. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn winterdip is flink aanwezig. Ik ben, ja, dat kan ook door corona komen wat ik vorige week had, maar ik ben echt de hele tijd zo moe. En ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb geen motivatie voor dingen. Het wordt gewoon tijd dat het even mooi weer wordt. En vandaag is dat zeker gaande. Als in, het zonnetje is lekker aan het schijnen, dus daar word ik heel erg blij van. Ik ga zo meteen lekker sporten. Ik ben vandaag eigenlijk basically vrij. Ik ga op school daarna gewoon van alles doen. Dingen waar ik normaal nooit aan toe kom. Veel achter de laptop. Een beetje studeren. Middag nog een repetitie voor mijn eindexamen. Of tenminste ons eindexamen doe ik samen met Janne. Ik heb echt ontzettend droge lippen ook. Dat komt denk ik ook door dit weer. Omdat het een beetje wisselvallig allemaal is. Ik weet het allemaal niet. Maar ik ben de hele dag Purel aan het smeren. En het werkt niet. Normaal werkt het altijd, maar het is nu zo erg dat het niet meer werkt. Dus ik probeer maar gewoon zoveel mogelijk ervan af te blijven. Want ja, ik denk dat het gewoon even uit zichzelf moet gaan herstellen of zo. Maar goed, ik ga er een lekker dagje van maken. Oh, ik zie nu pas je camera. Zat die het al aan? Ja. Oh my god. Ik schrik je van. Weet je wel waar ik aan zat te denken? Je hebt nog 0 keer je camera gepakt om te filmen. Ik denk, hé, hoe kan dat? 9, 8. Oh. Waarom staan er altijd mensen? Mensen zeggen hallo. Ik zou niet van waarom dat alles in de stad verdwijnen kon. Behalve zijn. Nou, niet zo'n beetje ook. Nee, die zijn voor mij maar één. Mooi. Hallo, welkom bij deze nieuwe ASMR. Welkom maat. Oh, kut. Zullen we nog een beetje... Oké, zullen we doen? Ja. Dit is ook het. Oké, doei. Tjus! Heb je nog wel mijn maat bezig? Ik ga nu wel die vlog even uitzetten. Dit wordt echt te lang. Judith? Ja? Wat gaan we maken? Bietenrisotto. Oh, spannend. Ja, eigenlijk met havergrutten. Ja. Dus het is niet risotto. Jongens, ik wist echt niet wat havergrutten was totdat ik jou leerde kennen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het is. Nee, we hebben het nog nooit gegeten. Jij hebt het nog nooit gegeten. Ja, jij wel, maar niet wij samen. Maar sowieso ken ik niemand die dit maakt. Ik ken alleen jij. Jou. Ik ken alleen jij. Eigenlijk is het gewoon de volledige graan. Havermout is vermalen. Ja. En dit bevat nog alle voedingsstof omdat het een volwaardige graan is. Ja. Nah. Ik ben erg benieuwd. Ik ga zo meteen een review geven. Dat is van jou. Welk cijfer denk je het te geven? Niet te hoog eigenlijk, want het is... Het is ja, weet je. Nou ja, maar kijk, jij kookt altijd wel gewoon goed. Dus ik denk wel... Maar jij bent wel snel op tevreden. Ja, ik ben wel snel tevreden. Dus ik denk wel dat ik het zeker wel een 7 ga geven. Oh, dat kan alleen maar beter. En dan kan het alleen maar beter worden, toch? Ja. Mooi. Het ziet er wel echt heel lekker uit.
heb zo veel zin in. Oh, ik ga proeven. Maar is mijn fles niet gewoon hier? Je fles? Mijn fles. Ik zie jouw fles niet hoor. Ja. Ik wil dit heel graag proeven. Oh, jij gaat nu een soort van... Ja, ik wil dit proeven nu live op camera. Maar straks vind ik het niet lekker. Dat is ook awkward. Dat vind ik wel lekker. Weet je dat ik dat niet had verwacht? Vlogception. Oh, het is echt heel lekker. Lekkerder dan ik weet niet waarom ik... Ja, ik had niet per se verwacht dat ik het zo lekker vond. Het is wel echt een smaak explosie, ja. Hè? Ja. Ik heb nog nooit iets voor mij gemaakt wat ik niet lekker vond. Ik had hier zoveel zin. Ja, dit is echt heel goed. Jongens, dit is echt heel goed. Volg Judith op Instagram, want ze heeft er een recept van. Ik heb er een reel van gemaakt, dus ik ga toch geen zelfpromotie doen? Nee, hoeft ook niet. Ik zal het nog zeggen. Ja. Okay, doei. Zo, ik heb gesport. Het ging vandaag wel lekker. Ik had eigenlijk niet zo heel veel zin vanochtend, maar uiteindelijk toch gegaan en ging goed. Dus ja, nu een lange dag met afspraken, dus zin in. Oh jee, mijn camera is bijna leeg. Even serieus, wil ik net gaan vloggen. Ja, het gaat echt binnen nu en 10 seconden uitvallen. Ik ga even opladen en dan kom ik terug. Alright, het is zaterdagavond. Ik wilde vandaag echt al veel eerder gaan vloggen, maar goed. Ik heb niet heel veel gedaan vandaag, behalve dat ik even heb gewandeld en boodschappen heb gedaan voor eigenlijk alleen voor morgen. Want morgen moet ik weer een dagje werken. En morgenavond ga ik naar huis, naar mijn mama, want ik heb nu vakantie. Dus ik ga lekker een weekje naar huis en daar heb ik echt heel veel zin in, want... Ik kom dus de laatste tijd niet meer zo heel vaak thuis. Ik ben heel vaak gewoon hier in Tilburg, ook in het weekend. Ja, ik heb mama denk ik alweer 3 weken niet gezien. Ja, dus ik ga lekker even een weekje naar huis. Dus ja, het is nu zaterdagavond en ik ga nu even mijn koffer inpakken. Waar ik echt al de hele dag tegen opkijk. Omdat ik gewoon even goed moet nadenken wat ik mee wil nemen. En ik heb eigenlijk ook nog allemaal was, wat gewassen moet worden. Maar ik ga niet alles meenemen, want ik ga het even proberen om zo minimalistisch mogelijk te doen. Ja, en daarna moet ik ook nog mijn hele kamer opruimen. En ik baal een beetje van mezelf, want ik ben best wel lang thuis geweest. Daardoor moet ik nu deze hele avond opruimen en inpakken en Nou, dit is de ravage. Het is alsof ik 4 weken wegga, maar ja... Er zit daar echt allemaal was, dus het moet allemaal gewassen worden. En ik heb dan hier ook nog kleding. En ja, ik neem denk ik niet dat kleine koffertje mee. Dus de rest ga ik allemaal in een tas proppen. Ik denk dat ik even een grotere tas dan die meeneem. Verder is het dus nog een enorme ravage in mijn kamer. Hier ook. En ik moet de afwas doen. Dus ik ga dat nu even fixen. Want het is al bijna 9:30 en ik wil ook een beetje op tijd naar bed, want ik moet morgen vroeg op. Het is inmiddels 9:45 en ik ga zo meteen lekker naar mijn bedje toe, want ik moet morgen vroeg opstaan. Dus ja, ik ga bij deze ook de vlog afsluiten, want ik stop de vlog dus altijd op zaterdag. Zodat ik op zondag weer een nieuwe week kan beginnen. Ik heb er wel weer echt heel veel plezier in om video's te maken. Ik ga mijn best doen om er leuke vlogs van te maken, maar... Ja, ik heb er in ieder geval hier heel veel plezier in. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik kreeg ook hele lieve reacties van jullie vorige week. En een paar van jullie zeiden ook van... Doe het gewoon zolang jij het leuk vindt. En doe het wanneer jij het wil. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat wanneer ik dat doe, dat het dan ook leuk blijft. Voor mezelf, maar ook voor jullie. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik weer lekker video's maak. En ja, ik ga nu lekker slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie bij een volgende video. Doei doeg!